Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer nieuwe make-up testen. Ik ga een nieuwe make-up van Elf Cosmetics testen. Dus het is weer lekker een betaalbare video. Dat is altijd extra leuk. Ik heb heel veel berichten ontvangen van jullie of ik de nieuwe CC Cream van Elf wil testen. Die is echt super, super overhyped. Iedereen vindt hem goed. Dus ik was aan het wachten totdat hij kwam bij Douglas. En hij is er nou, dus ik heb hem gelijk besteld. En ik zag ook gelijk dat Elf ook een aantal andere nieuwe producten heeft. Dus die heb ik ook gewoon gelijk erbij besteld. En dan kunnen we die ook gewoon gelijk proberen. Het is niet een heleboel. Het zijn, even kijken, 4 producten, inclusief de foundation. Maar ik dacht, ja, het is toch altijd beter om meerdere producten te testen in plaats van de hele video alleen maar over de foundation te maken. Dus ik ga vandaag al deze make-up reviewen. Het is een first impression video, dus een eerste indruk video. Ik heb nog niks gebruikt, behalve de foundation. Want jullie weten van mij, ik wil foundations altijd vaker gebruiken om echt goed mijn mening te kunnen geven. Want ik heb het al best wel vaak gehad dat ik dan een eerste indruk video maak met een foundation. En dan goed vindt en hem dan vaker gebruik en hem niet meer goed vindt, en dan weten jullie dat niet. Dus qua foundations probeer ik ze altijd al van tevoren te gebruiken, want dan weet ik al, ja, wat ik ervan vind. En dat heb ik ook weer gedaan met deze foundation. Dus ik ga jullie alles vertellen over de foundation en wat ik ervan vind. En de rest van de producten gaan we gewoon vandaag voor het eerst gebruiken. En ik ben weer heel erg benieuwd, want jullie weten, ik hou van betaalbare make-up. En Elf Cosmetics heeft altijd best wel goede make-up. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Pak er iets lekkers bij, iets te eten, iets te drinken. Vergeet ook niet alvast te liken en te abonneren, zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, jongens, let's do this! Ik heb dus 4 producten, waarvan 3 echt make-up producten zijn. En eentje is een make-up spons. Ik ga gewoon beginnen met de Elf Camo CC Cream. Dit is dan hoe die eruit ziet. Het is gewoon een normale tube verpakking. En deze foundation is zo overhyped. Het is dus een CC cream, wat inhoudt dat het dus color correcting is. Dus als je verschillende kleuren hebt op je huid en dat soort dingen, dan verbergt hij dat. Het heeft een volledige dekking met een natural finish. En dat is ook echt. Ik heb hem al 2 keer gebruikt en ik vind hem echt super. Oh my god. Vooral voor die lage prijs. Ik was echt impressed. Er staat dus op dat hij een volledige dekking heeft. Dat heeft hij ook echt. Dat had ik niet verwacht, maar dat heeft hij wel echt. En hij blijft echt de hele dag goed zitten. Ik zal ook eventjes wat beelden erin knallen waarin je kunt zien aan het einde van de dag hoe de foundation nog helemaal op mijn gezicht zat. En dit was echt een volledige dag. Ik heb hier de foundation zeker 8 uur op gehad en hij zat nog echt helemaal goed. Dus ik kan jullie alvast vertellen dat deze foundation echt de hype waard is. Ik heb de kleur medium 330. De kleuren zijn wel een beetje irritant, want omdat ik het dus online heb besteld, moest ik de kleuren online gokken. Maar op de Douglas website staan er van die rare getallen, terwijl als je gaat opzoeken op swatches, zie je wel echt gewoon staan medium 330. Terwijl op de Douglas website staat 8, 9 en zo, staan andere getallen. Dus ik wist niet welke ik moest pakken. Even kijken, ik heb dus kleur medium 8W gepakt en dat is dus medium 330. Dus ik had op de swatches gegokt dat ik de kleur medium 330 zou hebben. Maar ja, dus dan moest ik gokken op Douglas dat die kleur dus medium 8W is. Dus ja, dat was wel een klein beetje vervelend. Maar deze kleur is echt perfect voor mij. Dus mocht je mijn huidskleur hebben, medium 8W gaat echt ideaal zijn. Deze foundation is wel een beetje qua prijs een beetje hoog voor Elf. 15 euro is niet duur voor een foundation, maar wel voor Elf Cosmetics. Maar ik vind echt dat hij het echt waard is. Dus ik ga hem eventjes aanbrengen. Ik ga wel eerst eventjes mijn gezicht primen. En aangezien deze video over Elf gaat, ga ik ook de Elf Mint Primer gebruiken. Deze is echt super, super fijn. Ik zal heel eventjes snel voorlezen wat er op de website staat over deze foundation. Gooi uw basis foundation maar in de prullenbak. Deze Camo CC Cream van Elf is het enige product dat u nodig heeft voor een natuurlijke, ogende tint met volledige dekking. Deze ideale multifunctionele crème bevat peptiden en niacinamide of zoiets, die erom bekend staan dat ze de huid plampen, hydrateren en gladden doen ogen en bovendien met SPF beschermer. Verrijkt met huidvriendelijke collageen. Nou, dat is helemaal top, jongens! Ik vind hem echt zo fijn. Sinds het eerste moment dat ik deze foundation gebruikte, was ik al helemaal in shock. Ik heb ook hier nieuw de Elf Cosmetics Spons. Dit is de Total Face Sponge. Het is echt een prachtige bordeaux kleur. Zien jullie dit? Dus deze wil ik ook gaan proberen. Ik ga hem even uit de verpakking halen. Latex free, by the way. Dus er zit geen latex in. Oeh, hij voelt wel een beetje hard aan. Ik hoop niet dat hij zo hard blijft. Nou, hij is gegroeid. Hij is echt super, super groot geworden. Oh mijn god, hij is ook heel erg zacht. Dus hij voelt gewoon goed aan. Volgens mij gaat dit echt super fijn zijn. Hij
is echt super groot. Kijk dit even vergeleken met mijn gezicht. Ik moet wel zeggen, ik heb niet echt een heel groot hoofd. Maar toch, hij is wel echt heel erg groot. Oké. Okay. Ik ga dus met deze spons deze CC cream aanbrengen. En dan ga ik jullie live laten zien hoe mooi dit is. Het is echt, echt amazing. De kleur is ook helemaal perfect voor mij. Ik ben nou wel weer iets lichter. Dus hij is nou wel misschien een tikkietje te donker. Maar ik kan hem echt nog wel gewoon gebruiken. Hij heeft echt letterlijk een volledige dekking. Met een hele mooie natural finish. Het is echt gewoon alsof je bijna niks op je gezicht hebt. En dat shockte mij echt zo erg. Eventjes, by the way, deze spons is fijn. Hij voelt zo fijn aan. Oh my god. Deze spons is echt overdreven fijn. Hij is niet echt heel erg smooth, zeg maar. Hij heeft allemaal van dat textuur. Kijk, ik weet niet of je het heel goed kunt zien op beeld. Maar zie je al die textuur? Dat is meer textuur dan bij een normale spons. Dus dat valt me wel gelijk op. Alleen het laat geen textuur achter op mijn gezicht of zo. Dus ik voel het wel. Maar alles brengt gewoon smooth aan. Wow. Hij viel uit mijn hand. Wat is dit een fijne spons. Oh my god. Ik begin deze video echt extreem enthousiast. Mensen, kijk even hoe mooi mijn huid is. Is het niet echt prachtig gewoon. Ik zal even een klein beetje naar voren komen, zodat je alles goed kunt zien. Je ziet ook nog echt die natural glow van mijn huid er gewoon helemaal doorheen. Het is echt super, super mooi. Ik denk ook echt dat dit geschikt gaat zijn voor echt elke huidtype. Droog, vettig, normaal. Ik heb een normale tot droge huid voor de mensen die het nog niet weten. Maar ik vind het echt heel erg mooi. Maar ik denk ook gewoon dat mensen met een vettige huid het mooi gaan vinden. Het is gewoon heel mooi naturel. Ik vind het echt prachtig. En deze spons, jongens, echt alsjeblieft stop deze video gewoon even en bestel deze spons. Hij is echt super fijn. Lekker zacht, lekker groot. Ik ben snel klaar. I love it gewoon. Ik ben helemaal impressed. Jongens, ik besef me dat ik een product mis. Ik had ook de blush paletjes besteld. Of wat het ook is. Alleen die kan ik niet meer vinden. Die zit hier nou niet bij. Dat is wel zonde. Want die wilde ik wel graag proberen eigenlijk. Waar is die? Ik heb hem wel gezien hier thuis. Dus ik heb hem wel echt binnen gehad. Maar waarom zit hij dan niet in het bakje? Sinds wanneer ben ik gewoon make-up kwijt? Ik vind het zo zonde. Ik wil hem echt per se hebben. Oké, nou, dat is dus jammer. Ik kan die gewoon letterlijk niet meer vinden. Dus ja, dan heb ik nog maar twee andere producten die ik ga testen. Oogschaduwstick en mascara. Dus ik ga even heel snel mijn gezicht afmaken en dan kom ik zo bij jullie terug. Nou jongens, daar ben ik weer. Heel mijn gezichtsmake-up is gedaan. De hele tijd heb ik gebaald over dat ik dat 11 blush paletje kwijt ben. Maar whatever, ik ga mijn eigen eroverheen zetten. We gaan nou beginnen aan de ogen. Ik zag dat 11 nieuwe oogschaduwsticks heeft. Dus ik heb gelijk één kleurtje besteld. Ze hadden echt een aantal kleurtjes. Ik hou van de 11 oogschaduwsticks. Ik heb er hier ook al eentje. Deze is echt super fijn. Deze gebruik ik het vaakste. Dit is de Elf No Budge Shadow Stick in de kleur Bronze Metal. Dit is echt een super, super, super mooie bruinie bronzie kleur. Zie je dit? En ik hou van oogschaduwsticks omdat ze gewoon zo makkelijk zijn. Je brengt ze gewoon aan, je blendt ze een beetje uit en je bent klaar. Ook heb ik hier de stick van hun mint collectie in de kleur Mint For You. Dit is een hele mooie matte groenige mint kleur. Ook echt super, super mooi. Als je dit aanbrengt over je hele ooglid, is heel erg mooi. Ik had deze in een video aangebracht op mijn onderste waterlijn. En dat was ook echt prachtig. Dus ik hou van oogschaduwsticks. Dus ik heb gelijk deze besteld in het goud. Ik dacht, ik bestel gewoon letterlijk fel goud. Dit is de stick in de kleur Golden Goddess. Dus echt een gouden kleur. Kijk even hier hoe mooi goud het is. Oh. I love it, jongens. Zoveel pigment. Echt fantastisch. Dus ik hoop dat deze gewoon even goed gaat zijn als wat ik gewoon altijd gewend ben van hun No Budge Shadow Sticks. Dus we gaan even inzoomen op de ogen en het aanbrengen. Oké, ik ga deze stick gebruiken zoals ik gewoon altijd al mijn oogschaduwsticks gebruik. Ik ga het gewoon helemaal aanbrengen over mijn ooglid en dan uitblenden. Het is wel een glanzende kleur, dus daarom moet je wel echt mee opletten. Maar dat maakt voor mij verder niet uit. Ik breng het gewoon alsnog overal aan. Er komt niet heel veel kleur vanaf, zie ik gelijk. Oh my god. Bij de andere sticks komt er echt gelijk heel veel kleur vanaf. Deze is iets meer stroef of zo. Of misschien dat het gewoon te veel op mijn huidskleur lijkt. Ik weet het niet, jongens. Ik had hem iets meer fel verwacht of zo. En dan pak ik gewoon deze platte fluffy kwast van Zoeva in de kleur 227. En dan ga ik het helemaal uitblenden. Wow, het is echt heel erg stroef. Ik weet niet waarom, maar deze oogschaduwstick voelt echt een beetje anders aan dan wat ik gewend ben van hun andere sticks. Nou, ik was echt helemaal klaar om super enthousiast te gaan zijn hierover. Maar ik weet niet, hij voelt echt een beetje anders aan. Hij voelt echt veel stroever aan, er is minder pigment. Hij is gewoon echt minder mooi dan wat ik gewend ben.
Nou, ik vind het echt helemaal niks. Oh my god, dat had ik zo niet verwacht. Ik verwachtte echt dat ik er helemaal uit zou gaan zien. Ook echt als een golden goddess. Maar dat is echt totaal niet. Nou ja, whatever jongens. Deze stick, ja, ik weet niet waarom. Maar hij is echt anders dan die andere. Hij voelt echt veel stroever aan. En de pigmentatie is echt minder. En hij blendt ook echt minder goed uit. Dus ja, ik vind hem niet zo fijn helaas. Dan heb ik hier ook een nieuwe mascara. Deze had ik gezien bij een andere influencer op Instagram. En zij vond hem echt super fijn. Dus deze ga ik proberen. Dit is de Lash It Loud Volumizing Mascara. Even kijken hoe het borsteltje eruit ziet. Oh, ik heb hem op zijn kop vast. Oh my god. Dit is hoe het borsteltje eruit ziet. Zo'n hard, spiky-achtig borsteltje. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Mijn lash lift is nou wel aan het uitwerken. Ik heb hem al 5 tot 6 weken. Dus mijn wimpers zijn eigenlijk al bijna allemaal alweer gezakt. Maar whatever. We gaan gewoon de mascara weer aanbrengen op mijn mini-wimpertjes. Ze staan nog wel een heel klein beetje omhoog. Dus dat is wel fijn. Deze borstel doet wel een beetje pijn. Want hij is echt super, super puntig, zeg maar. Of hoe noem je dit? Ik weet alleen hoe je het in het Engels zegt. Spiky. Maar wat is dat dan in het Nederlands? Daar ga ik eventjes over nadenken. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, de mascara is echt best wel fijn. Let niet op mijn rare wimpers op dit moment. Want een aantal staan nog omhoog en een aantal zijn gezakt. Dus ik moet echt weer eventjes die lash lift laten doen snel. Maar ik vind hem echt wel fijn. Hij geeft echt inderdaad echt volume. Hij maakt mijn wimpers ook gewoon lekker lang. Ik denk wel dat ik nou iets te veel heb aangebracht hier bij dit oog. Waar ik nou nog steeds aan het aanbrengen ben. Ik moet er nou echt mee ophouden. Maar op zich, ik vind hem echt fijn. Let niet op mijn slechte wimpers. Maar jullie moeten mij gewoon eventjes geloven op mijn woord. Maar ik vind hem echt oprecht heel fijn. Het is echt, echt een fijne mascara. Oké, ik ga eventjes... Ik denk dat ik ook een wing ga aanbrengen en nep wimpers. En dan kom ik weer zo bij jullie terug. Oké, jongens, daar ben ik weer. Ogen zijn helemaal klaar. De wimpers die ik op heb zijn van Queen Tarzi in de stijl Ariana. En dan zijn we eigenlijk klaar. Dat waren alle producten van vandaag. Even kijken wat ik op mijn lippen ga doen. Oké, mensen, het is 3 kwartier verder. Ik werd gewoon gebeld en ik heb gewoon 3 kwartier moeten bellen. Mijn wimper is ook losgegaan. Heb ik weer opnieuw geplakt. Ik heb mijn lipstick al opgedaan. Ik heb mijn Morphe Sweetie Lip Pencil gebruikt. En deze lipstick van Maybelline in de kleur 930. Een van mijn fave nude lipsticks. En that's it. Dan is de look helemaal klaar. Oké, jongens, het ging allemaal al echt best wel goed vandaag. De beste producten zijn echt deze spons en deze foundation. Deze twee koop ze echt allebei. Allebei lekker betaalbaar. I love it. Ik raad ze jullie echt zeker tweede aan. Deze oogschaduwstick raad ik niet aan. Had ik absoluut niet verwacht. Ik had echt verwacht dat ik hem echt geweldig ging vinden. Maar ik vind hem gewoon echt niet fijn. Hij is te stroef en niet genoeg pigment. En deze mascara is gewoon een fijne mascara. Ik raad hem alleen niet aan voor mensen met gevoelige ogen. Omdat hij dus zo extreem puntig is. Maar als er 2 dingen zijn die ik echt, echt aanraad, zijn het zeker deze 2 producten. En vooral deze spons. Ik overdrijf niet als dit van al mijn sponsen nou echt gewoon de beste is. Dus I love it. Deze gaan jullie echt nog heel vaak terugzien in video's. Ik hoop zoals altijd weer dat jullie hebben genoten van de video. Let me know beneden in de reacties wat je ervan vond. Van mij, van de producten, van de collectie. En wat voor video's je eventueel nog meer zou willen zien. En zoals altijd hoop ik weer dat ik weer vandaag een beetje een lach op jullie gezicht heb gebracht. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!